Goedemorgen, guys. Oeh, het is koud. Miljarden. En ons voetpad is wat niet aangelegd. Oeh. Hey, guys. Mijn voerlastendag zit erop. Oeh. Yes. Echt, ik zie dat ik hier niet zo ver heb. Hop, oké. Ik moet zebiet naar de kapper om 2 uur. Maar ik ga eerst naar de gaan, want ik heb zebiet nog een nacht. Ik ben geslaagd om alles binnenste buiten aan te doen. Mijn spaghettibandje heb ik binnenste buiten aan en nu ook mijn t-shirt. Ach, serieus, hè. Ik ga wel mijn t-shirt aan doen. Ik ga iets van brood mee pakken. Dan... Oh, wat is hier nog? Anders een croissant ofzo. Zijn er afstandjes? Okay. Guys, dit is wat ik heb gekocht in de winkel. Ik heb 2 pakjes mini mozzarella gekocht. En ik heb 2 pakjes feta kaas gekocht. Mijn buurvrouw, ik had bladeren tegen mijn ijskast zitten en ik heb mijn buurvrouw gezien, die kookt ook veel en die maakte, allee, die deed gewoon feta en bladeren met kruidetjes gewoon in de oven en dat was kei lekker. Dus ik wil dat ook namaken, maar ik heb ook mozzarella gekozen, want ik weet niet of ik ging toekomen. Allee, mijn mozzarella zal ook wel lekker zijn bezig, ik hoop dat toch. Ik weet dat mijn mozzarella ook lekker is, dus ik dacht van ja, als die feta kaas wat tegensteekt. Dan heb ik nog 3 croissants gekocht en een appelflap. Hey guys, het is nu 10:50 en mijn video is geëdit, dus yay! Om 2 uur moet ik naar de kapper gaan, dus om 1:15 moet ik zeker vertrekken. Ik wou een beetje rusten, maar ik weet niet of jullie dat kunnen horen, zo'n bonkmuziek van mijn buurmeisje. Dus ik denk niet dat ik veel ga kunnen rusten, dus ik ga nu dingen doen. Ik ga nu mijn rugzak al klaarmaken voor vanavond. Dat is ook al gereed. Dan moet ik gewoon een beetje mee douchen en dan vertrekken. Ik ben mijn haar aan het brushen. Oh, het is super dun. En ik ben kalm. Het is wel echt wel. Zo guys, mijn haar is gediviseerd. Maar het is niet echt gegroeid. Maar ook, ik moet dringend mijn haar knippen van onderen. Dus ik had deze stukje maar graf, bezig. Eigenlijk, ik ga een staartje maken en dan... hier afknippen. Ik weet niet of je dat kunt zien. Eerst maar eraf. Ik denk dat ik gewoon eens mijn haar ga vlechten. Bij het daardoor ook mijn haar afbreekt, omdat ik die nooit niet vastmaak s'nachts. Dus ik ga proberen met de vlecht om dat minder te laten afbreken. Zo. Voilà. Traag, maar ja. Niets aan te doen. Ik ga even gewoon mijn pruik terug opzetten. Hey guys, ik ben zo teleurgesteld in mijn haar. Oh, het is echt nog geen 2 mm gegroeid. Ik ga nu nog proberen met de vlechten. En dan zal ik gewoon terug een big chop doen, alles eraf doen. En gewoon mijn natuurlijk haar proberen te managen. Want zo wil ik ook niet door het leven gaan. Guys, ik ben voor ik naar huis ging nog even bij de Aldi gepasseerd. Ik heb nog sojadrankjes gekocht. Ik heb nog groen zero gekocht deze keer. En ik heb nog... bakboter gekocht. Sojapro noemt dat. Dus, maar ik ga eens zo ene drinkje van hieruit, want ik sterf van mijn dorst. Ach, mijn notte was zo warm. En ik heb stof in mijn haar. Oh, ze zijn overal aan het bouwen. En dan allemaal van dat fijn stof dat ze opvliegt. Hè. Dus ik ga even mijn lenzen gaan uiten, want dit doet zeer. Hey guys, ik ga nu vertrekken naar mijn nacht. Hopelijk is niet te veel verkeer, want het is al... het is al, denk, 6:55 of zo. Normaal moet ik om 7 uur vertrekken, dus al 5 minuten te laat. Dus voel je al niet.
ga deze video hier afsluiten. Vergeet niet te delen, te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie morgen, guys. Doei!